Lasagna movies. Oh nee. Oké, rustig, rustig. Denk na. Een date. Oh, een berichtje. Wat doen we? Hey, je bent heel leuk, maar nee. Je bent lekker, maar nee. Als ik jou was, zou ik dat niet doen. Ja, natuurlijk. En wie de fuck ben jij? Wat als ik jou vertel dat ik jou ben over 2 dagen en ik weet hoe zij is? Hoe is ze dan? Weet je, ze is leuk. Ze heeft grote borsten, maar stuurde geen bericht. Wat? Waarom? Het wordt een leuke date, maar wat ga je tegen je kinderen zeggen? Huh? Nou, zo van, ja jongens, ik heb mama ontmoet via Tinder. Nee. En daarnaast was een knijtertje dronken. En dat niet alleen. Ze is een paardenmeisje. Je zal altijd haar tweede liefde blijven. Wie ben jij? Ik ben jou over 1 weekje. Oh? Ga ik vaker met haar uit eigenlijk? Ja, nu al 3 keer. Wow, dat is best wel goed voor mijn doen. Is er al wat gebeurd? Nou ja, er is wel gezoend. Nice. Alleen was dat met de ober. Minder nice. Oh nee toch, was ze weer dronken? Ja. Yep. Alleen volgens mij dacht ze wel dat ik de ober was. Oké, weet je wat, dan gooi ik haar wel weg. Wacht! Nog meer Bardo? Ja, ik ben jou over 4 maanden en ze is een van de mooiste vrouwen die je ooit hebt ontmoet, oké? Je wil haar gewoon niet verliezen. Ja, true, weet je, ze is best mooi en ze heeft hele grote borsten, hè? Wat? Nee. Wat? Hoezo nee? Ze heeft best wel grote jetses, hoor. Ik bedoelde de Dave, niet de Tieten. Kom op! Oh. Nee, negeer hem. Weldoen, het is de liefde van ons leven. Niet luisteren naar hem, hij liegt nu alles aan elkaar. Ze zat maar een bronkhoorn, gaat borst gewoon spoes in het gezicht van elke dier of naam die maar bestaat. Jongens, jongens, je zegt niet. Stop het. Met de rest van je leven. Je moet een keer naar buiten, je moet iets doen. Of in deze zaal zal dat zoiets zijn. Deel van ons kan je in de 21ste eeuw, er is al wel scheermes uitgevonden. Ga je scheren, wijf. Ik kan dit niet meer. Nee, het gaat me allemaal veel te ver. Doei. Oké, dat was raar. Zeg, nu we hier toch met z'n allen zo bij elkaar zijn, kunnen we dan niet beter die Tinder-date laten lopen en seks met elkaar hebben? Ik denk het, maar is dat niet een beetje gay? Ja, maar ik ben heteroseksueel. Oh, ja. Ja, ik ook. Ja, ik ook. Ik ben ook heteroseksueel. Alleen, ik vind mezelf er wel goed uitzien. Thanks, man. Jij mag er ook zijn. Complimentje. Dankjewel. Oh. Zie je, dan is er gewoon niks aan de hand. Oké, ik kap nu. Ja, we gaan terug naar mijn Tinder date. Als jullie zo doorgaan, ontstaat er nog een paradox. Nee. Een paradox ontstaat alleen maar als je betrapt wordt. Duh. Wat? Dat slaat helemaal nergens op wat je nu zegt. Heus wel, let op. Parabox. Oké, jullie komen uit de toekomst, raden mij af om te gaan daten, willen seks met elkaar en creëren daarna nog een paradox. Bedankt, hè. Nou, het was paradox vanwege de woordgrap. Snap je? Paradox, paradox. Ja, ik snap je woordgrap. Alleen jij ziet er wel heel erg verstrooid uit. Ah, dankjewel. Dat was geen compliment. Dank je. En dat ook niet. Wat zit er eigenlijk in die zak? Nou, weet je nog toen ik zei dat wij nooit meer zouden verliezen? Ik heb hem ook altijd bij me. Hij is helemaal compleet. Oh, serieus? Mag ik dan haar rechterhand even lenen voor het kwartiertje? Ja. Oké, weet je wat? Iedereen mijn huis uit. Nu! Maar mag ik dan wel de rechterarm Nee! Iedereen eruit. Nu! Eruit. Kom op, jongens. Wat er ook gebeurt, ze is het niet waard, oké? Of juist wel. Denk aan haar grootte. Ja, ik weet het. Thanks, chagrijn die je bent. Fuck. Voordat ik wegga, moet ik je nog 1 laatste ding vertellen. Oh, nou, uiteindelijk heb je seks met haar. Wow, serieus? Hoe dat dan? Nou, na 20 dates komt zij met het briljante idee om vrienden te blijven. En dan sluit je erop in je kelder en van de... Genoeg, oké, thanks. Ik red me wel. Kom op. Sorry. Waarom is mijn toekomst zo verneukt? Kutzooi, die gestoorde moordenaar is zijn vriendin vergeten. Oh nee. Wat een...
Karel, waarom overkomt mij dit nou altijd? Kan dit niet meer. Ah. Gasten, dat was de Banjo Movie voor deze week. Stuur deze Banjo Movie door naar al jouw tijdreizende vrienden op Twitter, Facebook of waar dan ook. Want als je hem nu zou versturen, dan kunnen alleen van mensen uit de toekomst hem bekijken. Hoe cool is dat? Dus pak de link hierboven en deel hem met al je vrienden. Geef hier beneden ook een blauw duimpje. En als je daar beneden toch bent en je bent nieuw bij mijn kanaal, abonneer daar beneden ook vooral. Ik maak wekelijkse video hier op Banjo Movies. En als laatste vraag voor jullie. Ik ben heel erg benieuwd. Wat is het meest rare wat jij ooit op Tinder hebt meegemaakt? Ik ben jou uit de toekomst en wat je ook doet rond deze video niet af. Nee. Geen tijdreizen meer in deze video. Okay, doe het dan maar wel hoor. Wees maar lekker koppig. Jezus. Toch bedankt voor het kijken naar deze video. En tot volgende week. Later. En als je zelf trouwens nog een tijdreizen, dan kan je hier klikken naar vorige week. Die video is ook heel leuk. Maar tijdreizen, het is aan jou of je wilt tijdreizen.